Ik ben Ferry van Rijn en ik ben getrouwd met José. José heeft ziekte van Parkinson en woont helaas niet meer thuis. Anderhalf jaar geleden werd de zorg zo zwaar dat ik het uit handen heb moeten geven. En zij woont nu in een verpleeghuis. Nou, we hebben een druk gezin met drie mannetjes. Mees vraagt intensieve zorg, maar ja, ik zie mezelf niet als mantelzorger. Mees hoort gewoon bij ons gezin. Ik ben mantelzorger voor mijn moeder. Mijn moeder heeft een verzameling van aandoeningen, met name diabetes. Ja, mijn moeder is gewoon heel zorgbehoevend. En ik begin als morgens met een app naar haar toe sturen van mama, heb je medicijnen genomen? Heb je ontbeten? Dus dat doe ik een beetje. En dat doe ik zo een beetje de hele dag door. Nederland kent 4 miljoen mantelzorgers. Mensen zoals jij en ik. Vaak weten mensen niet eens dat ze mantelzorger zijn. Laat staan dat ze weten waar zij hulp kunnen krijgen. Toen ik net mantelzorger was, wist ik nog niet precies wat ik zou tegenkomen. Maar je loopt in de praktijk toch tegen dingetjes aan. En je denkt, ja, hoe zit dat nou in elkaar? Hoe zit het nou met vergoedingen? Hoe zit het nou met mensen die misschien even kunnen inspringen? Ik kon toen met mantelzorglijn bellen van Metso. En zij konden met mij meedenken. Ik kreeg echt nuttige informatie van wat ik kon doen. Naast hele praktische zaken moeten we ook veel financiële zaken goed regelen voor Mees. En we hebben een financieel zakboekje van Metso. En daarin staan allerlei tips en weetjes over financiële regelingen die er bestaan. En ja, dat is heel handig. Alles op een rij. Vanuit mijn ervaring als verpleegkundige kan ik bepaalde dingen beter herkennen bij mijn moeder en ook goed uitleggen. De meerwaarde van Metso voor mij is dat ik inzicht krijg in welke soort mantelzorger ik ben. En daardoor kan ik ook het onderscheid maken van nu zit ik in mijn rol als mantelzorger en nu zit ik in mijn rol als zorgverlener. 4 miljoen mantelzorgers zorgen voor een naaste die extra hulp hard nodig heeft. Wie zorgt er voor de mantelzorger? Waar kunnen zij terecht voor informatie en ondersteuning?